Ja, de rol van Gelders Landschap en Kasteel is natuurlijk voor Gelderland onmisbaar als het gaat om behoud van erfgoed. En vooral voor het behoud van erfgoed in zijn samenstelling van landgoed en fysieke gebouwen. Juist die combinatie is heel sterk, heel lang verwaarloosd, is nu in Gelderland echt opgepakt en kan een voorbeeld zijn voor werkzaamheden van gelijke soort in andere provincies. Sinds de belangstelling voor de oude Pierre Cuypers weer terug is gekomen, word ik heel vaak met hem geassocieerd. En nu ik wat meer vrije tijd heb, word ik vaak uitgenodigd om als historicus dan ook iets te vertellen over de familie en over het doen en laten van Pierre Cuypers, Jozef Cuypers en de andere familieleden in de architectuur, maar ook in hun, hun culturele rijlen en zeilen in de 19e eeuw. Pierre Cuypers was met zijn zoon een belangrijke firmant in de architectuur. Firma, betrokken bij Huis Siependaal, dat gerestaureerd werd in de 80e jaren van de 19e eeuw. Pierre Cuypers zelf, maar vooral Jozef Cuypers zal hier de hand in hebben gehad. Ik heb begrepen dat bij de restauratie van dit huis, of eigenlijk is een soort stuk aanbouw die er heeft plaatsgevonden, hij een soort schil heeft gemaakt rond het gebouw, bij de balkons en het voorportaal en de achterzijde er aangebouwd zijn, met respect voor het oorspronkelijke 17e eeuwse huis wat er stond.